om een bal goed uit de bunker te spelen is tempo en voldoende versnelling door het zand erg belangrijk. Op die manier zal je zorgen dat de bal makkelijk uit de bunker gaat. Daar hebben we de volgende oefening voor. Ik start de oefening met 5 balletjes op ongeveer 1 lijn. Als eerste ga ik gewoon een oefenslag maken. Ik leg de bal ongeveer neer tegenover de binnenkant van de linkervoet. In de zwaai naar achteren stop ik met mijn linkerarm ongeveer horizontaal. En van daaruit maak ik de hele zwaai naar voren. En je controle bij de goede eindstand is heupen naar het doel en de grip wijst naar voren. Een laatste controle is nog dat als ik een goede eindstand heb, kan ik mijn rechtervoet optillen en kan ik blijven staan boven het linkerbeen. Ik ga nu de oefening doen met de 5 balletjes, waarbij ik dus start met die oefenslag, halve zwaai naar achteren en mijn eindpunt met de controle. Heupen wijzen naar het doel, de grip wijst naar voren en ik kan nog steeds mijn rechtervoet optillen zonder om te vallen naar achteren. Hetzelfde ga ik nu herhalen met de bal. Heupen wijzen naar het doel, club wijst naar het doel en ik kan de rechtervoet optillen. Herhaal dit met de volgende ballen en je zal merken dat je tempo en je versnelling door de bal steeds beter wordt. De ballen zullen uiteindelijk ook beter uit de bunker gaan. Heel veel succes!